Chitsana Foundation van mevrouw Chitra Bahora. Die heeft in samenwerking met RR Munder hun tweede project uitgevoerd. En dat is dan een brillenproject geweest. Het brillenproject mochten ze dan uitvoeren op het terrein van Sunyi te Charlesburg, waar heel veel mensen naartoe zijn gekomen om een leesbril te bemachtigen. We spraken er met Chitra Bahora van Chitsana Foundation en van RR Munder is dat geweest mevrouw Sharda Chotu, die veel meer vertellen over dit project. We hebben vandaag in samenwerking met de RR-leden Munder een leesbrillenproject. En het is wat uitgebreider, heb ik van Sharda begrepen, want hier worden er ook volgens mij metingen gedaan voor je bloeddruk, oogmetingen, etcetera. Dus van mijn kant uit heb ik natuurlijk wat medische hulpmiddelen meegenomen, zoals de leesbrillen, maar ook incontinentiemateriaal en bijvoorbeeld hulpmiddelen zoals rollators en rolstoelen, looprekken, badkamerstoelen, mondkapjes, zodat we toch nog die extra hulp kunnen bieden. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Goedemiddag, we zijn te werk gegaan door middel van registraties. Mevrouw Chitra kennen we niet van nu. We hebben eerder met haar gewerkt samen aan projecten. En ze appte een keertje van, ik heb 400 leesbrillen. Wat kun je ermee doen? En we dachten, oké, Resort Munder kan het altijd goed gebruiken. En vandaar de 400 brillen. Ik vroeg er nog van, hoeveel brillen krijgen we? Zodat ik mijn registraties kan starten. En ze zei, je krijgt gewoon alle 400. Dus zo is het gegaan. We hebben geregistreerd. Elke dag via social media, via persoonlijke app, via onze FB-page. Zo hebben we de registratie gedaan, ja. En wie is zo lief geweest om 400 brillen te doneren in deze tijd? Dat is mijn samenwerkende partner van de stichting, de heer Saam Hira van Stichting Sociaal-Culturele Activiteiten Zoetermeer. Dat is onze partner in Nederland die heel veel aan medische donaties doet. En ook deze leesbrillenproject is eigenlijk ja, zijn credits. En de drukte die zegt al alles? Ja, ik vind het altijd heel mooi om te zien dat de spullen terechtkomen bij die mensen die het ook echt nodig hebben. Middels een registratie. Ja, Chitsana is natuurlijk ook geen onbekende meer binnen de Surinaamse gemeenschap. Dus dan vind ik het ook heel fijn om die transparantie terug te zien. En dat mensen dan in grote getalen komen, ja, dat zegt al heel veel. Maar dit zou u zelf gedaan kunnen hebben. Waarom heeft u toch gezegd van nou, ik laat RR Munder toch het werk doen? Weet u wat het is? Ik ben meestal, vanuit Nederland coördineer ik heel veel. Als ik dan één keer per jaar in Suriname ben, is dat meestal 2 weken tot 3 weken. Ik heb ook nog een beetje privé, dus ik kan niet alleen maar aan het werk zijn. Ik vind het heel fijn dat ik dan een samenwerking heb met de RR-leden. En ik met volle vertrouwen, en daarom heb ik die samenwerking ook voortgezet. Omdat zij bij het eerste project ook die transparantie aan mij hebben teruggekoppeld. En ik vind dat heel belangrijk, want ik ben niet 24/7 in Suriname. En als ik dan het balletje kan uitzetten en het wordt verder zeg maar gewoon goed doorgepakt, ben ik een happy the peppy person. Dus dan denk ik, ja, challenge, volgende project, derde project. Ik ben helemaal happy dat er een beetje werk uit mijn handen genomen wordt. En hoe hebben jullie dat bekendgemaakt, dat mensen zich mochten registreren voor de brillen? We hebben het eerst tijdens onze vergaderingen bekendgemaakt. We hadden een presentatie van onze verworvenheden en toekomstplannen. Daar hebben we mensen gehad en daar hebben we dan gewoon bekendgemaakt daar. En ik heb dan gewoon flyers gemaakt. En ik heb u ook de flyer gestuurd, zodat ze ook kan zien hoe de flyer eruit ziet. Hartstikke creatief. Heel creatief. Ja, en op Facebook is het gewoon. Op mijn eigen Facebook en ook op dat van RR-leden. Ja, en mijn collega's en familieleden. Iedereen heb ik het gestuurd, ja. Alle 400 brillen weg? Nog niet. Waar ik me misschien zelf een beetje verkeken heb, en dat is een leermoment, zeg ik maar nu meteen op media, hè, zeg ik het er maar meteen bij. Een leermoment is, het moment dat je registreert, heb je sterktes. En ik heb niet altijd alle sterktes en alle hoeveelheden, dus daar had ik me misschien beter op kunnen voorbereiden. Er zijn nu sterktes bijvoorbeeld die ik niet heb, waar mensen wel een registratie voor hebben gedaan. Dat vind ik een beetje teleurstellend dat ik daarop niet kan inspelen. Maar gelukkig zijn de sterktes niet veel afwijkend. Stel dat men 3,25 heeft plus, hebben we eentje van 3. Het wijkt niet veel af. Dus in principe wordt men wel geholpen. Dus ik denk dat we die 400 brillen wel weg doen straks. Ja. En het zijn ook leesbrillen. Hè? Niet gezondheidsbrillen zijn. Dat je echt daarvoor de dokter of de opticien moet raadplegen. Nee, het zijn gewoon leesbrillen. U weet, mensen worden ook wat ouder. Hè? Slecht zien, dichtstbij zien. Of meestal de ouderen. Nou ja, de 40-plussen zijn ook een beetje oud. Maar ja, daarvoor is het gewoon dat het... Ja, het zijn leesbrillen. En ik zie heel wat
heel wat incontinentiemateriaal, vaak genoeg heel moeilijke woorden, maar ook rolstoelen, dat wordt ook overhandigd aan RR Münder. Want ik weet, vorig jaar hebben we samen met hun toen het project gedaan. Wij mochten filmen, zij mochten overhandigen. Ja, klopt. Ik heb, ik denk, 10 rollators meegenomen en 4 rolstoelen en nog 20 badkamerstoelen, et cetera. Ik ga niks meenemen. RR-lid Sharda mag gaan kijken hoe ze dat verder gaat verstrekken. Wat meegekomen is voor donatie, blijft ook hierachter. En ik hoop dat zij dat dan verder gaan verstrekken, want ik denk niet dat iedereen hier alles kan meenemen. Maar het is wel de bedoeling dat het gewoon wordt uitgedeeld aan die mensen die het nodig hebben. Ja. Tevreden? Helemaal tevreden. We hebben mensen gehad die niet eens geregistreerd hadden. Die heb ik dan ook ter plaatse hier kunnen registreren vanmiddag. En de mensen zijn dik tevreden. Ja. En jullie zijn tot laat bezig, zie ik. Dus, ja, dus vandaar. Want in feite zouden we een oogmeting doen. Maar de persoon die dat voor ons zou doen, de opticiënt, heeft het heel druk gehad. Dus wat heeft ze toen gedaan? Ze zei me van, doe gewoon een oogtest. En dat is aan de hand van de leeftijd. Dus daar heb ik lijsten van haar gehad gisteren. Aan de hand van de leeftijd behoort dan zo'n sterkte bij zo'n persoon. En daarmee heb ik gewerkt, ja. Dus bijvoorbeeld een 40-plusser krijgt een plus 1, plus 00 of 1.25. En dan komen ze bij mij, ze worden geregistreerd, hun leeftijd wordt gevraagd, hun sterkte wordt genoteerd en dan gaan ze dan met mevrouw Chitra en zij verstrekt dan de brillen. Mevrouw Chitra zei net wat voor haar een leermoment is geweest. Wat is voor jou hier een leermoment geweest vandaag? Leermoment. Inderdaad heb ik daarmee ook geen rekening gehouden, want ik weet ook van... We hebben gewoon geconcentreerd op 400 brillen, dus 400 mensen registreren. Ja. Okay, ik ben zelf geen brildragende persoon, dus ik weet dat is een sterkte gekoppeld. En ik vroeg er ook nog van, zijn er sterkte erop? En ze zei maar ja, alle brillen hebben dan een sterkte. Er is trouwens ook, als je naar de Chinese winkel gaat, is er een sterkte op de bril geplakt, een stickertje, toch? Ja, plus 1, 2, 3 en dan min 1, 2, 3. Dan meteen ook een foto en ik zag inderdaad. De sterkte was genoteerd erop. Dus ik dacht, oké, geen probleem. Het gaat feilloos. Maar inderdaad, wat ze zeggen, het wijkt niet veel af. Dus de mensen hun ogen gaan niet slechter worden dan het al is. Krijgen wij straks de schuld. Dit wordt een blijvende samenwerking. Ja, als ik zie hoe de terugkoppeling is van RR-leden Münder, ben ik daar zeer tevreden over. En ik ben wel van plan om de samenwerking voort te zetten, ook voor in de toekomst. Dus dat op dit moment iets op uw hart dus, dat u zou willen zeggen aan RR Münder. Volgende keer gaan we wel op die sterktes dus letten hoor. U wilde u wat zeggen aan Chitsana Foundation? Ik wil er echt uit mijn hart dank zeggen. Mevrouw Chitra is niet iemand die het woord nee heeft voor iemand. Zodra ik er app, of we appen elke ochtend. Dat hoef je ook niet te vertellen. Nee, maar ze is gewoon welwillend en altijd sociaal. Ze is altijd bereid te helpen. Vraag er iets, als ze meer kan helpen, help ze altijd. Dus ik zie dat ook niet als een minpunt, dat van die sterktes. De mensen komen gewoon en ze krijgen een bril.